Een goede kennis van mij zei een keer, tot je 40ste zorgt je lijf voor jou en daarna moet je voor je lijf zorgen. Dat is een inzicht wat wel waarschijnlijk wel heel erg klopt, maar waar je natuurlijk zo lang mogelijk niet mee bezighoudt. Maar zoals ik al gezegd had, de medische check gaf wel aanleiding om eens na te gaan denken over een aantal lijfzaken. Ik meet liever niet. Ik loop niet met een Fitbit rond. Er staat hier wel een personenweegschaal, maar ik ga er liever niet op staan. Want ik ben heel erg van de school. Als je je goed voelt, dan zal het wel goed zijn. Maar met name het signaal over de bloeddruk. Iets wat in mijn familie ook wel speelt. En met dit werk ook wel aan de orde is bij sommige collega's. Heeft me toch wel aan het denken gezet. Dus nu heb ik. Geheel tegen mijn gewoonte in zo'n metertje gekocht waarmee ik mijn bloeddruk kan meten. Ik betrapte me er zelfs al op dat ik dat een paar keer had gedaan en toen dacht: ach, het is niet heel erg hoog, maar een beetje aan de hoge kant. Het staat niet in het rood, maar iets voorbij het groen. Waarna ik op het internet al was begonnen aan een zoektocht naar homeopathische middelen om iets aan de bloeddruk te doen, dan wel. Welke eetgewoonte kan ik veranderen om daar een verbetering in aan te brengen? Kortom, dat hele ik pas gebeuren, het begint toch wel een beetje een ander mens van mij te maken. Nou, ik ben benieuwd naar de laatste dagen.